juiste woord dat Rijke hier hanteert. Ja, toch. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan... Ja, meneer, jij had een opmerking. Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen wat dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur. Dit kan dus niet. Dit kan voor mij. Uitgelacht te worden vlak in het gezicht aan het publiek. Sorry. Ja, dames en heren.